Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Zoals je ziet, ik ben met twee interessante gasten in de studio en wij gaan het in deze aflevering van In Gesprek Met hebben over muziek en entertainment. En daarvoor gaan we praten met Stichting Sument. En daarvoor hebben we in de studio meneer Theo Klaarke, meer bekend als Oom To, en mevrouw Damielle Lansdorff. Gasten, welkom in Gesprek Met. Dankjewel. Dankjewel, Sifra. Oké, als we luisteren naar Stichting Sument, vertel eens een beetje, wat is Stichting Sument en wat doet jullie stichting allemaal? Oké, ik ga het eerste gedeelte beginnen te vertellen. De naam Stichting Sument. Stichting Sument staat voor Suriname, muziek en entertainment. Voornamelijk is het onze bedoeling om onze bijdrage te leveren aan vooral de Surinaamse entertainment. Alles dat daarmee gepaard gaat, de Surinaamse artiesten. En platformen maken en ontwerpen die sowieso de entertainment en de reputatie en alles dat hoort bij die artiesten bevordert. Wat we verder doen, gaat Damien je nu vertellen? In dit kader organiseren wij evenementen met het doel om vanuit het Surinaamse een product neer te zetten binnen een evenement dat voldoet aan standaarden waar je trots op kan zijn. En als je denkt aan evenementen, dan moet je denken aan de voorbereiding al. Dat wil zeggen planning, draaiboek, budget, de begroting maken, het hele concept uitschrijven. Want men denkt soms dat je gewoon binnenstapt en je doet iets. Uh-huh. Maar het concept moet uitgeschreven worden, zodat je weet wat je wil betekenen met jouw evenement. En dan komen we richting de uitvoering. Dat wil zeggen, we gaan het draaiboek ontwerpen, we doen de floor management, we doen stage management, we doen je VIP management, we doen backstage management. En wat evenementen betreft, hebben we eigen evenementen die we organiseren. We werken samen met organisaties, maar men kan ons ook inhuren om dat te doen. Okay. Dat is dus één poot van Stichting Sument. Wat we nog meer doen, en dat is leuk, is dat we doen de zingende boodschap. Met een S, niet met een Z. En we zeggen met S, omdat hij echt is een zingende boodschap van Stichting Sument. Oké. Hiermee zijn we 3 jaar geleden begonnen. En het verhaal erachter is eigenlijk dat men bereid was om honderden SRD's neer te tellen voor een optreden van een buitenlandse artiest. Uh-huh. Maar we wilden niet eens 25 SRD betalen voor een Surinaamse artiest. Oké. Die buitenlandse artiest staat 20 minuten op het podium en die Surinaamse artiest een uren lang te zweten, maar men was niet bereid te betalen. En dat merkten wij bij het organiseren van onze evenementen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan de mensen zich laten realiseren waarmee men bezig is. Oh. Hoe je deze Surinaamse artiest het best kunt waarderen. En zo is geboren de zingende boodschap. Oké. Dus het is een mooi onderdeel om het zo te zeggen. Maar we hebben het over een stichting en een stichting heeft een bestuur sowieso. En wat zijn de functies van Oom To en Damien? Ik ben de voorzitter en oprichter van de stichting. Damien is de secretaris van de stichting. Lydia Klaarke is de penningmeester van de stichting. Uh-huh. En als ik dan zo luister naar wat de stichting allemaal doet, dat we zeggen, het is merendeels om power Surinaamse artiesten, om het zo te zeggen. En vooral Surinaamse entertainment. Want bijvoorbeeld bij die zingende boodschap heb je dat 1. De persoon die niet naar alle venues kan, maar wel die artiest zo nu en dan hoort, is makkelijker voor de persoon om die artiest te waarderen als ze hem één op één een keer tegenkomen. Uh-huh. En dat kan bij een zingende boodschap. Iemand die een favoriete Surinaamse artiest heeft, die ook niet in de gelegenheid is om naar alle venues te gaan, alle parties te gaan, die kan die artiest één op één ontmoeten op een heel andere manier, heel speciaal. Uh-huh. Aan de fans geeft het de gelegenheid om op een betaalbare manier een boodschap over te brengen naar een geliefde, gebracht door die favoriete artiest of een artiest die zij goed genoeg vinden. Wat je daarmee krijgt is direct die kennismaking, uh-huh, dat persoonlijke van de fan en de artiest. En het is een goede promotie ook voor de artiest. Dat men ziet van, hé, hij kan het ook zo presenteren, of zij kan het ook zo presenteren, of oké, dit kan ook, of dit kan je ook. Allemaal dingen die dus die Surinaamse entertainment en die Surinaamse artiesten ondersteunen. Uh-huh. Oké, als ik dan zo naar jullie luister, zijn er dan ook artiesten verbonden aan de stichting die samen met jullie werken?
Om het goed te zeggen, de artiesten nemen geen zitting in het bestuur van de stichting, maar we hebben wel afspraken, overeenkomsten met de artiesten. En dan heb ik het over 7 artiesten waar we echt afspraken mee hebben. Buiten deze groep van 7 kunnen we altijd wel artiesten benaderen. Dat is het mooie van events doen. Je hebt contact met vrijwel alle artiesten en bandjes van Suriname. De 7 artiesten waar men eigenlijk altijd contact mee kan leggen via ons. Dat zijn Naomi Verber. We zijn ook met haar begonnen, 3 jaar geleden nu. Chachi, die kwam erna. En dan hebben we nog Rashly Resida, met zijn smooth, sultry voice. We hebben Dorothy Japsam, we hebben Sepora Winzak, nu getrouwd Borgia. We hebben Diego Vrede. Wie vergeet ik? Ik heb iedereen. Danitja. Oh ja, Danitja niet te vergeten. Danitja Sahadeusi. Oké. Het is toch een interessante groep van jonge Surinaamse artiesten om het zo om de nadruk te leggen op jong. Ja, klopt. Maar sowieso artiesten die hun sporen hebben verdiend binnen de Surinaamse entertainment, sommige van ze ook internationaal. Des te meer voor ons reden om ze dit platform aan te bieden dat goed voor ze is. Want net wat ik zei, soms heeft Uma Danitja nooit eerder gezien. Maar ze heeft er wel gehoord bij een Suripop song, ze heeft er wel gehoord van afstand, want ze woont dichtbij van Flamboyant. En nu zegt haar kleindochter van, hé, laten we oma verrassen. En dat ziet ze dan niet, ja, of dat ziet ze Naomi. Dus dat profiel dat ze had misschien, wordt dan direct rechtgetrokken. Als het verkeerd was, wordt het rechtgemaakt. Als ze dacht, dit is alles dat er is, dan kreeg ze die presentatie. En dan ziet ze dat dan niet, ja, los van mooi dansen op het podium, ook een mooie Bigisma Poku kan komen zingen. Okay. Dat oma's hart verwarmt met de boodschap van kleinkinderen of kinderen of noem maar op. Begrijp je? Verder doen we ook nog Up Close and Personal. Dat is een concept waarbij we een platform geven aan een artiest om zijn kunnen te tonen. In de zin van de muziek die je gemaakt hebt. Op grond waarvan heb je het gemaakt? Waarover gaat die poku eigenlijk? Kom een beetje vertellen. Breng het helemaal anders. En in welke setting is dat dan? Up close and personal. Up close and personal, letterlijk zoals de naam het zegt. Heel dichtbij. Het is geen flamboyant setting. Begrijp je? De laatste hebben we gedaan in de ballroom van Torarica. Dat was met Mark Abente. In Bankethal, sorry. Van Torarica met Mark Abente, beter bekend als? I don't know. Dat precies. Badderman. Oh, oké. Okay. Daarvoor is die up close and personal. Daarvoor is die up close and personal. Dus ik was like, oké, Mark Abente, never heard of the names. Ja, yes. Oké, mensen gebruiken ook artiestennamen, anderen gebruiken echte naam. Dus zie je, ik heb ook weer wat geleerd. Yes. Maar als je er was, sorry schat, als je er was bij die Up Close and Personal, dan zou je het weten. We vinden het niet erg dat je er niet was, maar dat betekent dat je nu bij de volgende wel aanwezig gaat zijn. Sowieso. Maar dan leer je de artiest kennen. ATV is er ook sowieso bij, zodat we de mensen ook er mee kunnen, weet je toch, een beetje meer wat Up Close and Personal met mensen denken dat bepaalde artiesten alleen, ja, andersoortig zijn, laat me mijn woorden goed kiezen, andersoortig zijn dan, maar ze zijn ook mensen, ze zijn ook Surinamers, ze hebben ook een verleden, ze hebben ook een gezin. Dus dat is ook een mooi concept van jullie stichting. Ja. Dat is echt ook mooi, want ik zou dat net vragen van behalve zingende boodschap met de S, wat doet de stichting nog meer? Maar wat behalve dat jullie aangeven van jullie hebben gemerkt dat buitenlandse artiesten meer, maar wat heeft jullie gedreven naast een platform bieden voor de Surinamse artiesten? Wat heeft jullie gedreven om jullie stichting in het leven te roepen? En nu is het 4 jaar bestaat het, volgend jaar hebben jullie jullie eerste lustrum. Dus wat gaat er nu in jullie om? Secretaris, voorzitter, jullie zijn nu 4 jaar, jullie timmeren 4 jaren. Aan de gang, dus vertel een beetje. Om te corrigeren, 6 jaren. Oh ja, 2013, zes jaren. Om te beginnen, bij het begin, het is tot leven gekomen omdat door afzonderlijk zelf lang in de entertainment scene te zijn geweest, veel dingen hebben gezien, veel dingen hebben meegemaakt, wilden wij een bijdrage leveren. Op een niveau van dingen die niet eerder zijn gedaan. Om zo een die meerwaarde, want je hebt 2 dingen. Je kan vinden dat Suriname te weinig waardering opbrengt voor Surinaamse artiesten en Surinaamse entertainment, maar je moet ze je ook laten kennen.
Je moet ze die dingen wezen, je moet ze die meerwaarde laten zien. Uh-huh. Want als ik weer een voorbeeld bij Mark Abente mag nemen, Baderman, er zijn veel mensen die denken dat hij alleen maar kan springen op en neer op een podium. Dus veel dat, mensen he? Wisten niet, juist, ja toch? Veel mensen wisten niet dat hij echt kan zingen. Uh-huh. En bij Up Close and Personal zit hij op een kruk en dat wordt op een bijna on-plok niveau zijn muziek gebracht en dat vertelt hij een beetje waarom heeft hij dit lied geschreven. You know? En dat is een heel andere Baderman dan die ene die show deed in Flamboyant. Uh-huh. Begrijp je? Want daar was het een danshal event, daar was het een meer karakter event, maar bij Up Close and Personal dan ben je persoonlijk met hem bezig. En dat zie je zijn veelzijdigheid. Begrijp je? Dat wilden we bieden, want dat is de materie die wij vonden, die onderdeel van de materie, die gaat maken dat men anders naar hem kijkt. Begrijp je? Waardoor sowieso men zegt van, hé, nee, wat is Mark Abente? Ik kan naar een show van hem gaan. Ik kan in hem investeren. Ik kan het ondersteunen. Het heeft meerwaarde. De andere dingen geef ik dan over aan de secretaris. Om eraan toe te voegen, wij willen ook een vormende rol hebben richting de entertainmentindustrie. Ik zeg bewust de industrie, omdat het niet alleen gaat om de artiest, maar ook om de andere zaken daaromheen. Om te beginnen bij de artiest. Theo heeft al voor een deel aangegeven wat wij willen betekenen voor die artiest. Om eraan toe te voegen, denk ook aan zaken als time management. Toch? Er is een veel voorkomende klacht, en wij ervaren het ook bij evenementen, dat heel veel artiesten zich niet weten te houden aan de tijd of aan structuur. Uh-huh. Dit is wat ik van jou verwacht als organisator. Kun jij mij dat aanbieden? Toch? In ons contact met de artiesten nemen we dat altijd mee. In dat kader doen we bijvoorbeeld ook workshops. We hebben pas nog voor de Youth Voice finalisten, de top 12, een workshop gedraaid van bijna een hele dag in wat verwacht de industrie van je. Toch? We ontwikkelen daarbij leergangen. We zijn nu bezig met een hele mooie leergang. Ik ga niet te veel erover vertellen, maar je moet eraan denken dat wij zeggen, er is hoop dat de entertainmentindustrie een beroep wordt, een beroepsmatige industrie, waarbij je kan aangeven wat is je beroep, entertainer of artiest. Okay. Maar om dat te kunnen doen, moet je wel een aantal zaken ontwikkelen die meer zijn dan aankomen op het podium en die mic grijpen en dan bedenken wat ga ik nu doen. Toch? Dat was dus de artiest. Maar ook de andere zaken eromheen. Dat men een event organiseert, als we er zijn als publiek, kunnen we zo naar elkaar kijken en we weten van, wat is aan het gaan mis? Oh. Omdat je ziet dat dan dit niet georganiseerd is. Men zoekt naar een artiest, men zoekt naar een presentator. Die presentator weet iets niet uit te spreken. Dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met wat er op de achtergrond gebeurt qua vorming van die industrie. Ik zeg niet dat we alles kunnen, maar we willen wel een bijdrage leveren aan datgene vormgeven. We zijn bekend, onder andere in onze samenwerking met AMBA en Okasi Events, voor All Black Everything. Heel groot event, heel veel aanwezigen. Maar we kunnen zeggen, in die jaren, 7 jaren dat wij nu samenwerken, zijn onze events goed georganiseerd. We werken ook samen met Arti Promotion, bekend van de feestjes op de pier met Oruyari. Ook een situatie waarbij je zou denken, de pier, zoveel logistiek en dergelijke. Maar het lukt ons om dat goed te doen, omdat je niet werkt als iemand die iets doet, maar met een bepaalde structuur. Nu al kunnen we je zeggen, we hebben aanstaande 24 november, hebben we een event op de pier. Maar we kunnen, als je het ons echt vraagt, kunnen we je nu al zeggen wie om 9 uur 's avonds gaat optreden. En wat die persoon nodig heeft. En vandaag is het pas 5 november. Omdat het een stukje planning is. Een stukje ontwikkeling van dat event. Want uiteindelijk moet Suriname met haar entertainmentindustrie gaan zorgen ervoor dat we iets te bieden hebben aan die toerist die we willen hebben in Suriname. Want we hebben nu veel mensen die komen voor familie en vrienden. Maar er is behoefte. Mensen van de Franse kant willen overkomen voor een event. Maar het moet goed georganiseerd zijn. Want als je in en out komt, dan kan je niet staan wachten om 9 uur op een artiest die om 7:30 op het podium zou moeten staan. Inderdaad. Want ik zou net zeggen, niet alleen een stukje structuur, maar ook een stukje professionaliteit die jullie daarbij willen. Om het een beetje te schapen, om het zo te zeggen. Vormen. Klopt. Inderdaad. Want ik ga een beetje licht werpen op jou. Mensen kennen Oom Toe van de radio. En die heb je hier een andere pet opgezet. Je probeert behalve op de radio artiesten hun muziek te promoten. Maar die proberen ze ook een beetje bij te scholen.
Het zijn eigenlijk die twee dingen zijn eigenlijk samengegroeid. Want als ik verder moet gaan, ik heb zelf ook gezongen. Ik was ook artiest. Ik was voorzanger van een gospelband. Heb Suriname vertegenwoordigd bij de Caribbean Gospel Festival. En dus ik zit al lang in die entertainment scene. In 2013 deed ik bij SCCN Radio Sument Radio. Dat is ook een van de dingen die we hebben gedaan, dat terug moet komen in een grotere vorm, Sument Radio. Maar het was een programma gericht op seks, Surinaamse entertainment en Surinaamse artiesten. Dus zo los van elkaar staan die dingen niet, mij en radio en entertainment. Want eerlijk gezegd, ook mijn aanwezigheid bij de radio is in eerste instantie begonnen als een bijdrage aan de Surinaamse entertainment. In de positie te zijn om te helpen beslissen voor luisteraars en fans van aan deze kan je meer aandacht besteden. Te helpen uitleggen, deze pokoe gaat hierover. Deze artiest is al zo lang bezig en zo. Begrijp je? Omdat het onderhouden van die carrière van die artiest naar de fans toe qua muziek die ze gaan horen. Dus het is precies in het straatje van Stichting Sument. Helemaal. En behalve secretaris van de stichting, wat doet dat weer in het dagelijks leven? Mensen zou denken, die heeft dat ze kan mooi praten. Nou, ik ben HRM'er. Ik werk bij de Surinaamse Luchtvaartautoriteit. Daarnaast ben ik parttime docent. Ik doe ook wat consultancy, business consultancy. En ja, mijn passie zit echt aan het overdragen. Datgene dat ik weet, wil ik graag overdragen. Ik ben van huis uit een afgestudeerde agoog. Dat is iemand die zich specialiseert in het ontwikkelen van gedrag van volwassenen. Dus ja, er is nooit genoeg dat je doet wat dat betreft. En het is echt mijn passie. Dus ik kan ook gewoon naar mijn baan gaan en naar huis gaan, hoor. Geloof me, het loont en het voelt prettig aan. Mm-hmm. Maar die itch blijft van je. Ik wil helpen met vormen. En ik geniet van een event. Ik geniet van een goed event. En ik vind het geweldig om een artiest te zien floreren. Vooral dat. Je kan niet aan de kantlijn blijven staan als je ziet dat men vorming nodig heeft. Dat datgene eromheen vorming nodig heeft. Als je bepaalde uitspraken hoort, als je bepaalde gebeurtenissen ziet bij events, kun je lekker gaan klagen, hoor. Je kunt Facebook open doen en een hele lange waslijst aan klachten produceren. Uh-huh. Maar check onze Facebook, je gaat het niet zien. Dat omdat wij tegen elkaar naar elkaar kijken en tegen elkaar zeggen, zo. Wat zouden we doen in deze situatie? Uh-huh. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat dit zich niet herhaalt? En geloof me, je kunt het vragen. Bijna elke artiest in Suriname heeft wel eens een dergelijk gesprek met ons gehad. Waarbij we het echt gewoon openen van, maar wat wil je eigenlijk met je carrière? De ene keer neem je 1000 euro en de andere keer neem je 100 SRD. Terwijl je een bepaalde waarde hebt. Hoe ga je jouw waarde eigenlijk in stand houden? En wat wil jij eigenlijk betekenen? Hoe ga je dat doen? En soms zijn wij de eerste die die vraag stellen, hoor. Ze zijn populair geworden. Iedereen wil ze op een podium zetten. Maar wat wil je investeren in die artiest? Mm-hmm. Daar geven wij antwoord in. En dat is inderdaad wie ik ben. Helemaal. Dus een hele mooie mond vol. Mm-hmm. En het is maar goed. Het is maar goed dat ik de rest van mijn waslijst niet erbij heb gedaan. Nee, maar het is altijd goed, want daarvoor is in gesprek met. Ja, want het is in gesprek met Stichting Sument nu op dit moment. Ja. Maar ja, lekker is maar één vinger lang. Ja. Zo, helemaal. Ja. Ik wil mijn gasten, Omto en Damien, sowieso bedanken voor inlichtend. Want heel wat dingen wist ik niet, vooral met bepaalde dingen, wist ik niet sowieso. Ik zal maar zeggen bedankt voor jullie komst naar de studio en vooral ook voor jullie bijdrage in gesprek met. En we wensen jullie heel veel succes toe bij jullie komende events. Dank u wel. Helemaal. Oké, kijkers, u gaat nog niet weg. We zijn zo weer bij u terug met een tweede aflevering van In Gesprek Met. Blijft u kijken.